Ik ben 29 jaar oud. Ik kom uit Fortin Musashi. En ik train ongeveer 2 jaar bij Team Musashi. Ik ben 2 keer amateur bokskampioen geweest. Ik heb meegedaan voor het nationale team in België. Ik was er wel succesvol in, maar mijn honger was weg omdat er geen toekomst was voor mij in boksen. Omdat ik in België woonde eigenlijk. Zo komt er ineens een Belgische jongen bij jullie naar binnen lopen. Je moet 3 uur rijden, komt uit het boksen. Wat denken jullie dan bij jullie op de sportschool? Hij is bij ons 2 jaar geleden gekomen en hij was een bokser. Hij moest tegen die Hollandse grote jongen vechten. Ik dacht, hoe heet die jongen die moest tegen vechten? Dion Staring. En op een gegeven moment, hij moest bij hem gaan vechten en we moesten een beetje voorbereiden. En hij had een paar keer gevochten en wedstrijdervaring had hij wel, maar even boksen, alleen MMA een paar keer. En op een gegeven moment was hij gelijk geblesseerd. Zijn lichaam was slap, hij was te zwaar, blessuregevoelig. En ik dacht, nou, het wordt niks. Maar hij bleef terugkomen, hij bleef terugkomen, hij bleef terugkomen. En op een gegeven moment dacht ik, nou, die jongen heeft talent. Dan Google intypen en dan MMA en dan ga je filmpjes kijken en dan ja, kom je ergens kijken. Dat, ja. Ja? Ja, sowieso ja. Ik kijk heel graag MMA-video's. Ja. En dan kom je bij Gegard Mousasi terecht en dan denk je, nou, ja, daar moet ik een keertje heen. Ja, sowieso. Ik ben altijd wel een hele grote fan van hem geweest. Ik heb dat nooit echt tegen hem gezegd, maar... Ja, zeg maar even in de camera tegen hem. Gegard, ik ben een hele grote fan van jou. Na 2 jaar trainen, train jij ook al met wat grote jongens. Ik noem een Alistair Overeem. Gegard zelf. Ja, Gegard, zijn stijl past bij mijn stijl ook. Dus daarom heb ik ook heel veel geleerd in die 2 jaar tijd. Ja, met Alistair heb ik ook getraind. Was ik heel fel vereerd. En het ging heel goed. En hij had me zelfs uitgenodigd om een trainingskamp te mogen meedoen in Denver. En toen was juist die corona toevallig gekomen en was dat gecanceld eigenlijk. Anders had ik een leuke ervaring mogen meemaken met hem. Ja, ik zag wel een beetje angst in de ogen. En ja, soms zegt dat ook wel veel voor een wedstrijd. En, ik ben zelf zeker, ik heb goed getraind. Ik heb geen blessures gehad. Ik heb met goede trainingspartners getraind. Dus ik heb niks tekort. Ik voel me echt heel goed.